Kultheld Henk kopte de media afgelopen week. In het Abel Lenstra stadion skandeerde zijn naam al. Hij is nog in 3 weken weg uit zijn oude en vertrouwde omgeving Volendam of wordt op handen gedragen door het Friese publiek. Het is eigenlijk ook niet gek. Zijn tweede balcontact afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle was een geweldige. Komt dat zien. Spektakel in Heerenveen. Het verhaal van Henk Veerman is dat van een jongensboek. Fjouwering Lien stit de doe nog njontjenierige Veerman nog op de stijgers als schilder. En wie hij laatste man bij RKAV Volendam. In de 4e klasse, het 1e leegste niveau. Hij scoort onder lopende band en gaat naar de haatklasse in Volendam. Ik der valt hij op en tekent hij een contract bij de FC Volendam. Na 2 jaar wil Volendam eigenlijk net meer met hem verder. En tekent Veerman een contract bij de amateurs van Linden. Rond het eind van dat seizoen. Dan valt Veerman in en scoort hij 4 keer in 10 minuten. Een record. Volendam schrikt en jouwt hem toch een nieuw contract. Hij scoort in 16 keer, wordt topscorer van Volendam. En in Stefan Skilderje op de stijgers tekent hij een contract bij Sportclub Heerenveen. Henk Veerman, van held op de stijgers tot held op het veld in Heerenveen. Ja, het kan snel gaan, ja. Het is best gek eigenlijk, je speelt hier 2 weken. En het Abel Lenstra stadion, dat skandeert je naam nu al. Hoe heb je dat in godsnaam geflikt? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Alleen ik denk gewoon van die jongen, wat eigenlijk net als hun supporter was van de club. En als je dan zo snel opklimt eigenlijk. Ja, misschien hebben mensen daar wel waardering voor. Ja, je komt uit Volendam. Je zingt, schildert en scoort. Mensen zien jou ook als held. Ervaar je dat ook zo? Nee, zo ervaar ik het niet. Het is meer dat ik gewoon mijn best doe om aan de verwachtingen te voldoen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is. Maar de verwachtingen liggen hoog, dus we zullen zien. Ja, het is best leuk. Ik las een tweet. Er komt een bus vol Volendammers elke thuiswedstrijd naar Heerenveen. Dat ben je toch gewoon een held, Henk? Ja, dat is inderdaad wel hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Er zitten er 60, denk ik, tegen Ajax. Dus dat is een hoop. Je bent niet de eerste spits uit de Jupiler League die het nu maakt bij Heerenveen. Klaasje Huntelaar ging je voor. Die kwam terecht bij Real Madrid. Je had Ruud van Nistelrooy, die kwam terecht bij Manchester United. Die bus vol Henk Veerman fans, waar komt die uiteindelijk terecht? Barcelona? Ja, ik heb geen idee. Natuurlijk droom je daarvan, maar het is altijd. Het is altijd afwachten hoe je het doet. Maar waar gaat dit eindigen, denk je? Ik heb geen idee. Ik ben daar vrij nuchter in. Ik zie het wel. Het is hard werken en afwachten. Dit weekend derby time. Jouw eerste Friese derby. Hoe heb je deze week in godsnaam beleefd? Ja, richting het duel eigenlijk net als elke wedstrijd. Alleen ja, het is meer beladen. En het is eigenlijk voor mij afwachten. Je hebt nog niets gemerkt van de knotsgekke supporters hier in het noorden? Op dit moment nog niet. Het leeft wel, dat is duidelijk. Alleen ik heb qua supporters heb ik nog niet veel gemerkt. Dit weekend, je komt er 10 minuten voor tijd in. Je scoort er 2, hè? Ja, we zullen zien. En stel dat, dan ben je de derbyheld van het noorden. Ja, wat wordt er gezongen? Ik heb nog geen idee. Misschien ben ik daar nog te kort voor. Het is afwachten. Het zou fantastisch zijn. Want ik hoor dat je kan zingen. Mooi Volendam zou dan toch wel een mooi nummer zijn voor die 2 weken. Ik kan niet zingen. Als ik zeg mooi Volendam. Nee, ik kan echt niet zingen. Dus laten we dat alsjeblieft niet doen voor de camera. Mooi Volendam.